Dit is Merwe TV Actueel. Dit is Berry Jansen. Bij de voetgangersbrug aan de Meulenbroek op de grens van Molenaarsgraaf en Bleskensgraaf is het kunstwerk Het Kader onthuld. Het kunstwerk bestaat uit een gedicht van dichter Willem van Toren, die dit schreef op uitnodiging van de Lions Club Alblasserwaard Soeburg. Het is het vijfde gedicht in een bronzen plaquette dat in de Alblasserwaard is geplaatst. Zo zijn er onder andere in Alblasserdam, Papendrecht en Liesveld ook gedichten over de Alblasserwaard te lezen. De Lions Club wil zo de bezoekers van de polder laten genieten van het milieu en de cultuur die door de eeuwen heen is ontstaan. In Bleskensgraaf is vorige week het nieuwe bedrijfsgebouw van TTA officieel geopend. De opening werd op feestelijke wijze verricht door drie generaties Den Hartig. Algemeen directeur van het bedrijf, Simon Den Hartig, vertelt ons waar de afkorting TTA voor staat. Je naam staat voor Tuinbouwtechnisch Atelier. Dat is 11 jaar geleden ontstaan omdat we begonnen zijn in de glastuinbouw. Met het leveren van één enkele machine, zeg maar. Die zijn we toen op gaan bouwen met 2-3 personen. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een breed assortiment van verschillende machines, verschillende producten, zowel in de glastuinbouw als in de industrie. Die naam is toentertijd bedacht door de twee oprichters, Arne den Hartig en Arie Hazendonk. Ik denk dat ermee te maken had dat het gewoon goed klonk. Ook op zijn Engels. We hebben veel export naar Amerika, dus TTA, dat klinkt gewoon goed. En de afkorting TTA, dat groeit er dan vanzelf in. Maar het woord atelier, heeft dat dan ook iets te maken met bijvoorbeeld vooral het ontwerpen? Want daar denk je bij een atelier ook wel aan, dat daar dingen ontworpen worden. Geldt dat ook voor de machines die je hier fabriceert? Ja, absoluut. Elk product wat hier uit de deur rolt, is van het begin tot het eind is dat hier ontwikkeld. Zeg maar. Het gaat eerst tekenkamer door, dan gaat het de productie in. Verspaning, lasserij, spuiterij, elektro bouwen we zelf, elektrokasten, schakelkasten. Daarna gaat het hier de assemblagehal in. En eigenlijk van A tot Z bouwen we de machines. En wat voor soort machines gaat het dan om in dit geval? In de meeste gevallen gaat het om plantmachines. Dus het oppakken van klein plantmateriaal en het wijden zetten in potten of in grote fust. Sorteersystemen bouwen we voor het uitsorteren van verschillende klasses. Je kan je voorstellen dat als een plant opgroeit, dat ze niet allemaal even hard groeien. Dus de ene plant die schiet wat harder omhoog dan de andere. Nou, die gaan wij uit die tray halen. En dan gaan we hem sorteren op grootte, op steeldikte of op hoogte. Kleur kan ook. En dan hebben we nog de inboedsystemen. Dat is in een heel jong stadium gaan we een tray scannen waar bijvoorbeeld 510 plantjes in zitten. Daar maken we twee keer daar een shot van. Dan gaan we kijken welke planten zijn goed genoeg en welke planten zijn eigenlijk niet goed of zijn niet opgekomen. Dan gaan we dat verkeerde materiaal gaan we eruit blazen. En dan gaan we een goed product voor terugzetten. Dus creëer je eigenlijk een 100% gevulde tray. En als je natuurlijk een aantal hectare glas hebt waar je bijvoorbeeld 8 of 10% missers in hebt zitten, dan scheelt dat heel veel ruimte. Wat voor ontwikkelingen zijn er in de loop van de jaren allemaal geweest waardoor het bedrijf er zo uitziet zoals het er nu uitziet? Ja, heel veel natuurlijk. We zijn gestart met krap 300 vierkante meter. Conventionele machines, waar ik zelf nog achter gestaan heb, draai, freeswerk. Veel handwerk gewoon. Verlievelij ga je, omdat je een goed product aflevert, ga je groeien. Dus je gaat van één machine ga je er twee tegelijk bouwen. Dan ga je een serietje van vier maken. En dat begint met de machine is niet eenvoudig, maar het begint met één machine. Verlievelij ga je daaromheen, ga je producten ga je bouwen. Dus je gaat grotere lijnen bouwen. En dat gaat automatisch. En dan schuif je steeds een stuk op. We hebben bij Van der Beek hierachter hebben we natuurlijk de eerste bedrijfsruimte gehuurd, 300 meter. Nou, verlievelij zet je de wand een stukje om, dan wordt het 400 meter, 500. Op het laatst hadden we 800 meter. Ja, toen was het nog te krap. Ja, en dan houdt het een keer op. En toen hebben we gezegd, nou dan pakken we het gelijk goed aan.
En dan zetten we echt een pand in waar we alle disciplines kunnen handhaven. Met een spuitloods er nu ook in die we voorheen niet zelf hadden. Dat is gewoon fantastisch. Zou u zelfs kunnen zeggen dat uw bedrijf tamelijk uniek is in Nederland? Het is zeker uniek. De glastuinbouw is gewoon best wel een moeilijke markt om daarin machines in te brengen, omdat je met een levend product werkt. Een plant is nooit hetzelfde, dus het is altijd moeilijk om een plant op te pakken. Je mag hem niet beschadigen natuurlijk. En dat is altijd anders. Ik heb begrepen ook dat u zich niet alleen richt op de Nederlandse markt, maar ook op het buitenland. Op dit moment hebben we een eigen vestiging in de Verenigde Staten, waar ook twee mensen werken. We hebben daar een eigen pand en doen we de distributie doen we zelf op dit moment. Er zijn al redelijk wat machines verkocht, dus dat is prettig. Verder hebben we als plan een nieuwe ontwikkeling. De assemblage van, dat is een heel andere tak, dat is geen glastuinbouw, dat is echt industrie. Wij zijn op dit moment een complete assemblagelijn aan het ontwikkelen voor zonnepanelen. Dat is iets unieks op dit moment. Die lijn die staat hier achter ons. Wij hopen eind van dit jaar hopen we die klaar te hebben, dus dan kunnen we demonstraties gaan geven. En in 2008, 2009 hopen we de eerste orders daarvan binnen te halen. En dat is een markt die vrij explosief aan het groeien is op dit moment. Dus wat dat betreft staan we hier misschien over 5 jaar weer. Dit was Merwe TV Actueel. Dit was Berry Jansen. Tot volgende week. Ha ha ha!